Dit is gewoon het officiële eerste BFAM merch stuk. Ayo. Oh. My fucking god. Iedere keer we gaan hem opzuigen of toch proberen. Goedemorgen, dames en heren. Welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Ik sta hier met mijn ontbijtje in de tuin. Ik ga lekker ontbijten. En ik heb deze morgen ook al de vlog geëdit. Lekker vroeg dus. Ik hoorde de hele tijd op de achtergrond al auto's racen. Ik weet niet of je dat hoort op camera. Nou, waarschijnlijk niet. Maar hier hoort je dat echt goed. En dat is dus van het circuit, want wij wonen redelijk kort bij het circuit van Zolder. Best nog wel een stuk eigenlijk. Maar je hoort dus die auto's helemaal tot hier racen. Die zijn nu aan het oefenen voor zaterdag, denk ik, als ik het goed heb. Want dan is het de 24 uur van Zolder, waar wij trouwens ook naartoe gaan. Dus abonneer zeker even, dat je dat ook kunt zien. Want daar ga ik ook sowieso vloggen natuurlijk. Dus daar ben ik ook wel echt benieuwd naar hoe dat gaat zijn. Want ben ik echt al lang niet meer geweest ook op het circuit van Zolder. Maar we hebben tickets, dus we gaan er sowieso naartoe. Dat wordt ook echt nice. Ik heb daar ook echt zin in. Dus sowieso hype voor dat. Maar ik ga dus even genieten van mijn ontbijtje hier. De lekkere bolletjes die ik gisteren heb gehaald in de Albert Heijn. Met gewoon Nutella. En die gaan we even lekker opeten hier. In onze tuin. Het is hier buiten even omgebouwd tot een buitenoffice, want Bo is hier aan het studeren. Ik heb even een ander outfitje aangedaan, of mij gewoon aangekleed toch tenminste. Ik heb even een lekker koekje erbij, speculaaskoek, die heeft mijn moeke gisteren gebakken. En die hebben we meegekregen, dus shout-out naar mijn moeke. Want die zijn echt lekker. Oh, en als je dit sopt in koffie, eerlijk. Ja, maar ik drink geen koffie. Ja, nee, ja, ik ook niet, maar gewoon dit erin soppen. Is echt lekker. En het weer is trouwens helemaal omgeslagen. Deze morgen, als ik opstond en hier aan het editen was, was het echt volle zon. En gewoon blauwe hemel. Het is alleen helemaal omgedraaid. En zo gaat het ook blijven de komende dagen ongeveer. Ja, maakt niet uit. Het is wel nog gewoon lekker warm. En ik ga hier even genieten van mijn koekje. Sam had dus wat bijgevuld. En het is weer echt heel helder. Kijk maar naar de trappen. Nou ja, nu blijft het wel echt goed helder. Ja. In het begin, jongen. Echt. We kregen het niet. Oh ja. Het is ook weer een beetje bijgevuld inderdaad door de regen. Dus dat is allemaal top. Ik ga trouwens zo meteen binnen enkele minuten vertrekken. En dan ga ik even naar Siebe. Niet de Siebe die zo vaak in de vlogs komt, maar Siebe, de neef van Bo. Want ik ga even samen met hem samen zitten nog eens voor wat merch te designen en zo. Voor kleren te designen. Dus ik ga jullie zo meteen weer meenemen. En dan gaan we even wat designtjes maken. Mock-ups, zoals ze dat noemen. Daar heb ik ook wel weer zin in. Oké, mensen. Ik ben terug thuis en ik heb ondertussen een andere trui aan. Dus dat wil zeggen dat we even iets gedesigned hebben. Ik heb gewoon een hoodie laten maken. Ik heb dit gewoon even laten drukken, heel snel. Ik ben dus ook, het is ook al ja, een paar uurtjes verder ondertussen. Eerst dus naar Siebe gegaan, gaan designen. We hebben echt verschillende ideeën gemaakt, wat ook wel echt nice was. Ook voor de rug, maar op de rug staat momenteel nog niks. Maar ik ga sowieso wel iets laten bijdrukken voor daar. Denk ik. Maar voor nu heb ik even snel iets gedesigned zelf hier thuis nog. Om gewoon even op de voorkant laten te bedrukken. En ik moet zeggen, het is echt heel nice geworden. Dus laten we kijken. Boom! Is dit niet even vet? Gewoon clean. BFAM. Nice lettertypetje. Paar sterretjes bij. Ja, ik vind het echt nice. Gewoon zwarte trui. Rode kleur ook vond ik al echt nice. Zwart op rood. Rood op zwart. Ik vind die combinatie echt vet. Dus dit is gewoon het officiële eerste BFAM merch stuk. Gewoon echt de eerste officiële hoodie. Maar dus, wat ik dus eigenlijk nu wil gaan proberen is een paar designs maken en dan hier ergens een rek zetten of zo met allemaal designs van BFAM op. Om een beetje te kijken wat nu het beste uitdraait, omdat ik heel veel problemen had met het designen op computer. Allee, problemen niet, ik bedoel gewoon moeilijk om in te schatten hoe het er dan in het echt gaat uitzien. Maar ik moet zeggen, dit is wel echt nice uitgedraaid. Dus ben ik al echt heel blij mee. Dus nu kan ik deze gewoon dragen in de vlogs. Ik heb er nu natuurlijk nog maar één. Ik ga er sowieso nog laten bijdrukken, ook voor vrienden en zo, voor Bo en familie, als die dat willen hebben. Dus ik ben er wel echt heel blij mee. Dit is echt vet hoor. Ik kon het de hele tijd zelf zien, maar ik kan het wel zo'n beetje in het raam zien. Ik vind het echt vet geworden. Nu zou ik eigenlijk nog zo'n t-shirt moeten hebben, want af en toe is het nog een beetje te warm buiten. En dan is een trui dragen wel echt om te zweten. Dus misschien nog een t-shirtje bijmaken van dit en dan zijn we helemaal gesteld. Ja, als Bo hem aan heeft, is het ook wel echt clean. Het is gewoon nice om andere mensen daarmee te zien. Ja, maar nee, is eigenlijk goed. Het zou wel goed zijn, denk ik. Het is echt nice om te zien bij andere mensen ook. Het ziet er echt clean uit. Gewoon, kijk, nu kan ik hem goed filmen. BFAM. Maar nu op de achtergrond ook iets. Ja, maar ik weet het niet. Ik vind dit ook echt al heel clean. Gewoon clean BFAM. Ja.
Snap je? Ja, ik weet het niet, we gaan zien. Honger! Ja, we hebben dus honger, maar dat komt goed uit. Oh, maar die zit heel goed. Die zit goed, hè? Ojo, die zit beter dan die eigenlijk. Die is wel van de plan mee. Ja, kijk, dat is beef en merch, ze zit gewoon het beste. Moet jij hem ook eens passen? Zelfs. Ja, we hebben weer bezoek. We kunnen woont hier gewoon tegenwoordig bij ons. Maar we hebben vandaag barbecue eten. Super lekker. Daarvoor hebben we dus ook een barbecue nodig. Die zijn we even gaan halen daarnet. Dus we gaan zelfs lekker barbecuen. Echt zin in. De eerste keer in dit huis gewoon. Super nice. Dus we gaan die nu aansteken, want dan moeten we nog even opwarmen, die blokjes. En dan kunnen we zelfs gaan bakken. Let's go. We zijn even terug de auto moeten instappen, want we waren mayonaise vergeten. Dus dat zijn we nog snel gaan halen. En dan ook maar even cocktail meegenomen. Dan kunnen we zelfs lekker eten, want ik ben echt aan het sterven van honger. Het gaat gebeuren. De barbecue gaat... Ja. Dat is zeker. Dat gaat niet meer, hè. Kijk, dit gaat gelijk niks. Nee. Oh, is dat alles uit of wat? Als dit maar goed komt. Dit ziet er ook gewoon al super gezellig uit. Kijk, ze hebben ook kruidenboter. Kruidenboter, nee. Om op de dingen te doen, noemt dit weer... Stokbrood. Voor dan op de barbecue. Op de zeg, het gaat weer heel goed door het praten vandaag. Voor dus op de barbecue te leggen. Zelfs als dit aangeraakt op een of andere manier. En dan hebben we lekker stokbrood met kruidenboter erop. Heerlijk. Maar wij hebben dus nog macaroni van in de week dat te maken. Met kaassaus en hesp. Hebben we ook in de vlog gedaan. En hebben we even een paar vleesjes bijgehaald. Hebben dus... we ook in de vlog gedaan. Yes. Goed genederlast. Hey, mooie trui, maat. Merci. Kijk dit ook. We zijn hier met drie. De barbecue aan de handen. Gaat goed dit? Zeker. Dit kan natuurlijk niet ontbreken, hè, op een barbecue. Van die gesmolten. Oh, waarom heb ik zoveel moeite met praten? Ik ga gewoon eten. Ik denk dat het thuis is. Ik heb gewoon veel te veel honger. Dus. Ja, dit gaat top hoor. Er echt zin in. Dit is ook zo lekker, van die spekvakkels, bolletje, alles wat je... Barbecue is gewoon top, echt waar. We zijn lekker aan het smullen hoor. We hebben al een beetje gegeten, er ligt nog één spekvakkel op, want die was nog niet echt klaar. Maar oh, dit is toch zo lekker, hè? Barbecue is echt top gewoon. Oh shit, we zitten met een horenaar daar. Je ziet die ook, die is echt groot. En nu? Die draait naar. Ja, die draait. Die zit daar tussen. Ja, yes, die is hier een nest aan het bouwen. Ideaal. Ja, bel de brandweer maar, hè. Oké, je gaat het waarschijnlijk al horen aan de achtergrondgeluiden. Maar we zijn even naar het circuit gereden van Zolder. En ik neem dit stukje dus nog even hier binnen in de auto op. Want anders gaat je me niet meer verstaan. We hebben dus net lekker gegeten met Niels. Niels is even door naar iemand anders. Nog even helpen aan een auto werken of zo, weet ik veel. En wij zijn even met z'n tweetjes naar het circuit van Zolder gereden. Want het is nu... 10 uur en ze gaan hier nu beginnen aan de nachttraining. Want zaterdag is het dus de 24 uur. Wat dus ook wil zeggen dat ze dan in de nacht gaan rijden. Dus daar zijn ze nu voor aan het oefenen. Dus wij komen even gezellig een kijkje nemen. Maar het gaat super luid zijn. Dus ik weet niet of ik iets ga kunnen zeggen tegen de camera. Maar alleszins nice shots nemen. Ik weet niet of dat te doen is. We zijn er nog niet eens. Ik heb dat in. En we zijn zeker niet de enige met dat gedacht. Wow, dat lijkt de hele tijd dat er auto's hier doorkomen, maar dat is echt letterlijk hier, achter dit hek. Maar zoals je ziet, we zijn dus zeker niet de enige, want heel deze straat staat vol geparkeerd met auto's. Straat. Het hele dorp eigenlijk, alle straten staan vol geparkeerd, dus er gaat wel veel volk zijn, denk ik. We gaan kijken, let's go. Er zijn ook wel echt dikke auto's langs de weg geparkeerd. Ja, je ziet hier geen shit van, want het is echt donker. Maar wow, dit is luid. Zo nice, dit is echt vet. Oké, jullie zien waarschijnlijk niks en ik ga een beetje in de micro praten, maar we gaan nu het circuit oversteken. Want aan de overkant staat dus Siebe, die is al hier met een paar mensen, dus we gaan eens kijken of we hem kunnen vinden. Maar het is hier echt super luid, holy shit, ja. Yo, what the f***, ja. Gewoon een dikke G500, een nieuwe ook gewoon. Insane.
kan ik hier nog iets filmen. Holy shit. Wauw. Ja, je hoort het nog steeds. Zaterdag ga ik toch zeker en vast mijn oortjes meenemen. Anders staat er niet als je nog in die paddock moet staan. Kijk, ik heb zo van die oortjes, boord die nu in. Ik heb er nog zo'n paar, maar... Maar dit zijn de dure, omdat van de apotheek. Die filteren zo. Dat zijn nog... echt hele goeie. Ja, dat je nog wel iets hoort, maar dat je eigenlijk... Dat is heel dof dan. Ja, dof. Oh ja. Het is ondertussen trouwens 11:30. Sieben is er vandoor. En wij gaan er nu ook vandoor. Maar dit was echt al heel nice. Oh, voorbereiding op zaterdag. Hier zijn ze dus nu volle bak aan het trainen. We hebben trouwens ook de auto gezien. Die Boar Stiefpapa sponsort. Ja. Waar we dus zaterdag normaal gezien mee in de pit mogen of de paddock. Ik heb geen idee. Dus dat wordt ook nog heel nice zaterdag. Dit was echt al nice, maar zaterdag. Ja. Gek dat ze hier gewoon nu de hele nacht gaan trainen ook gewoon. Ja, ik hoor het echt over heel Limburg. Ja, mijn mama zei ook al dat ze tot haar berg thuis hoorde en dat is echt ver dus. Wij gaan nu naar huis rijden en we zien jullie thuis. Zo, zijn we thuis. Wat een verschil. Je hoort zelfs hier als we in de living zitten de auto's nog racen. Nu ondertussen wel niet meer, want ze zijn 7 minuten geleden gestopt. Maar daarnet toen we thuis kwamen, hoorden ze buiten nog en in de living. Maar de training was tot 11:50. En nu gaan ze stoppen, waarschijnlijk voor gewoon buurt toch een beetje te sparen daar. Want ik zag ook op Facebook dat mensen echt aan het klagen waren in Zonnehoven, in Peer, in Hasselt. Maar het was ook wel echt heel leuk. Ik had ook iets van een petitie gezien dat het zou moeten stoppen of zoiets, het circuit van Zolder. Een petitie gestart door de mensen die daar tegen het circuit wonen. Maar ja, voor mij is dat een beetje logisch dat je lawaai hebt als je daar een huis koopt tegen het circuit. Dus een beetje raar om dan erover te gaan klagen. Alleszins super veel zin om zaterdag weer te gaan. Dan is het dus de officiële 24 uur van Zolder. Dit was nog maar de training. Heel benieuwd naar dat. En dames en heren, wat de merch betreft. Ik had het even een preview gezet op mijn Insta. En er was al veel vraag naar. Daar was ik echt al van verbaasd. Ik wou het gewoon even polsen bij jullie. Of jullie het nice zouden vinden. Ik heb echt super veel reactie gehad van mensen. Van, yo, waar kan ik deze kopen? Voorlopig dus nog niet. Ik wil eerst even zelf wat testen. Ik weet ook niet. Ik heb nu niks op de achterkant. Ik weet ook niet of ik dat ga doen. Want ik vind dit nu wel echt super clean. Ik ga nog wat designs maken op Photoshop voor de achterkant. Misschien dat ik nog wel iets nice vind. En dat ik ze dan binnen een paar maanden of zo, of binnen een paar weken, toch online ga zetten. Want ook veel vrienden van mij die stuurden van, yo, fix mij zo'n trui. Ja, super nice dus. Ik ben zelf ook echt super blij met het design. Ik bedoel, kijk dit. Echt grappig, want ik zat super lang te designen met Siebe dus daar straks. Siebe, de neef van Bo. Dit is eigenlijk gewoon gemaakt op 2 seconden hier op mijn laptop. Toen ik dacht van, ik wil nu even iets drukken. Dus heb ik dat even snel gedesigned. En ik was hier wel blij mee dus. Alleen, ik moet zeggen, het is zeker wel de hottest merch in the game. Want ik heb het goed warm door deze trui. Dus misschien ook even een paar t-shirts maken met dit erop. Ja, we zitten nog midden in de zomer natuurlijk. Dus een trui is wel even nog warm. Maar de winter komt er weer aan. Dus dan gaan we deze zeker kunnen gebruiken. Trouwens, nu is het erop bedrukt, het logo. Of de tekst. Maar ik zou het willen borduren als ik het echt ga uitbrengen. Dat het er echt op zit en dat het er zeker niet af kan gaan of zo. Op een of andere manier. Normaal gaan deze er ook wel niet af. Maar borduren is gewoon iets meer kwaliteit. En dat ziet er gewoon nicer uit. Oh, my fucking god. Waar komt dat van? Waarom is ons huis zo? Ik ga verhuizen. Wat is dat? Ik heb dat nog nooit gezien. Kijk dat ook. Hoezo zit er ineens een tarantula in ons huis? Volgens mij kan die ook springen. Springen? Maar wat? Lief ik, wat gebeurt hier? Australië. Dit kan toch niet? What the fuck? Oké, daar gaan we. We gaan hem opzuigen of toch proberen. Oh my god. Ja. Pas op, weg met die dinges. Nee, maar ik ga blijven zuigen, hè. Ja, dat denk ik. Maar dat was toch moeilijk. Normaal overleven. Niet met die stenen hier. Nee, maar die gezang daar die overleven. Oh my god. Is weg. Echt waar, ik ben u zo dankbaar. Kom hier. Oh, ik... Ja, sorry mensen, maar... Normaal hoort een man dit te doen, maar ik geef toe, op dit, op zo'n dingen ben ik echt geen man. What the fuck? Je kunt me echt zwart maken bij wat je wilt. Jullie kunnen nu comments gooien. Het interesseert me allemaal niet. Dit vind ik zo smerig. Oh, echt waar. Ik had bijna de brandweer gebeld. Dat was alleen maar
Ik was ook even op straat gaan kijken of er nog buren wakker waren. Ik heb zelfs de buren nog gestuurd, maar... Ja, dat is een brand. Als ik alleen was geweest, had ik echt gevlucht. Dan was ik naar mijn mama gegaan. Ja, maar nee, dan zit dat hier. Ja, dan kom ik hier niet meer, hè. Dan kan iemand mijn meubels komen oplaaien, dan... Oh ja, maar mensen, besef dus even. Ik ging gewoon mijn tanden poetsen, ik kom terug. Ik zet... De lichten waren uit, jij doet het licht aan. Ik doe hier het licht aan. En ik kijk naar daar, ik kijk terug naar de tafel en ik denk, wat heb ik gezien? Ik kijk terug naar links, ik zie die spin zitten. Ik loop naar daar, naar Bo, en jij begon ook helemaal te flippen, hè. Dat ook niet nice, en zeker zo'n groot heb ik nog nooit gezien. Dat is niet normaal, ja. Maar dan zat dat hier ook gewoon al als we tv aan het kijken waren daarnet. Op Insta lijkt dat niet zo groot, zeggen die. Ik heb ook even een Insta-story gemaakt. Ik dacht, dit moest ik even delen, ja, wat. Waarom kan dat geen klein spinnetje zijn? Dan moest ik gewoon direct tarantula groten. Jij hebt de laatste tijd met kleine spinnen helemaal geen probleem meer. Nee, dan kleine spinnen die pak ik met mijn handen gewoon zelfs. Maar dit? Ja, op camera lijkt dat waarschijnlijk zo dom, hè. Maar die was echt even groot als mijn hand. Die poten zeker. Echt waar. Maar hij is opgezogen. Ja, is weg. We hebben ook een propje gestopt in de stofzuiger. Ja, ik zal het even laten zien. Zit je daar? Ik durf zelfs nog niet dichter komen, maar ja, daar zit hij dus nu in. Die stofzuiger wordt dus ook zeker niet leeggemaakt door mij. Nee, spinnen overleven de stofzuiger niet. Dus, maar het interesseert me niet. Ik ga die stofzuiger niet leegmaken, dat gaat ofwel mijn vaken doen of iemand. Oh, echt waar mensen. Jullie kunnen echt zeggen wat jullie willen in de reacties, maar dit vind ik zo vuil dat het mij gewoon niet interesseert wat ze zeggen. Echt waar, zo'n shit, dat vind ik echt smerig. Wat? Wat is dit, ja? Ja, inderdaad, op Google staat spinnen overleven dat niet, maar... Ik bedoel, ja, dit was even een tarantula. Allee, van grote toch, zo'n spin. Ja, dat staat meestal niet. Brrr. Oké, nu is het ding dat we dat nog uit ons hoofd moeten gaan kunnen ja, zetten. Ja, dat is het probleem. Zitten we vol adrenaline en we gaan slapen. Nu begint je ook zo rond te kijken van, zit hier nog iets? Nou, normaal gezien zou die toch alleen moeten zijn. Dat is echt zoiets wat nu ja. Op je hangt. Maar mensen met een spinnenangst gaan dat wel begrijpen. En sommige mensen gaan gewoon denken, Ja, er zijn mensen die waarschijnlijk gewoon zo'n glas en een papiertje, maar daar ging niet eens een glas over, want... Dat ging niet, daar ging nog geen kan over, joh. Wat was dit, joh? Oh, echt waar. Ja, eerst kroop die nog achter het gordijn. Toen dachten we echt van, ja, fuck. We zijn genaaid. Die kregen we daar niet weg. Maar toen kwam hij terug. Toen heeft hij daar echt lang gezeten. Toen heb ik ook nog even Sibe gebeld. Gezegd, wat moet ik doen? Oh, ik ben zo blij dat jij dat hebt gedaan. Allee, als jij het niet had gedaan, had ik het waarschijnlijk met die lange steel ook nog wel gedaan. Maar dat is echt vies. Wat maken we hier toch allemaal mee? Je zag dat, die wou zo weg. Ja, ik weet niet eens of ik dat te goed op beeld heb. Ik dacht gewoon, ik moet vluchten als dat ding valt. Je zou mij gewoon nog achterlaten. Echt, dit vind ik zo vies. Ja, en wat gaan we nu doen? Ja, de merch is wel gewoon keihard. Die ligt hier nog in de zetel, kijk eens. Oh. Zo, dames en heren, het is inmiddels de volgende dag. We hebben lekker kunnen slapen, gelukkig. We hebben wel nog even wakker gelegen boven en zitten praten, want we zaten vol adrenaline daarvan. Anyways, morgen wordt ook een leuke vlog. Zeker in de ochtend gebeurt er alweer van alles door het gekke weer wat we vandaag al gehad hebben. Dus vergeet er morgen weer niet bij te zijn. Vergeet niet te liken en te reageren hier beneden. Vergeet niet te abonneren en dan zie ik jullie morgen om 5 uur in een nieuwe vlog. Ciao!